Nou, als je in de klas een kind hebt wat een trauma meemaakt, heb je daar als leerkracht automatisch ook mee te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar veel met je collega's over te praten, te delen, ervaringen, wat zijn tips, waar loop je tegenaan, gewoon je verhaal kwijt kunnen. Hoeft nog niet eens, doe dit of doe dat of probeer het zus. Nee, dat je gewoon je eigen verhaal kwijt kunt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Aan de andere kant denk ik dat het dus automatisch ook heel belangrijk is, mocht het bij een collega gebeuren, stap daar eens naartoe, vraag eens hoe het gaat. En dan niet alleen de eerste week, maar ook na een maand of na een half jaar. Hoe is de situatie nu? Gaat het allemaal? Gaat het met die leerling? Gaat het met jouzelf goed? Waar loop je tegenaan? Het delen binnen het team, ik denk dat dat heel essentieel is.